super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is alweer de laatste video van 2019. En het leek mij leuk om even een terugblik met jullie te doen op mijn jaar 2019. Want ik zeg het ieder jaar weer, maar wat gaat een jaar snel? Het is echt bizar. En soms denk ik van, was dit maar in de tijd dat ik nog op school zat? En toen was het natuurlijk niet, toch in de tijd heel traag. Maar sinds ik echt volwassen ben, gaat de tijd zo onwijs hard. Dat ik echt, ja, dat ik het gewoon echt bizar vind. Maar het leek me wel even leuk om jullie even mee terug te nemen naar de dingen waarvoor ik dankbaar ben in dit jaar. Ook wat minder leuke dingen die er zijn gebeurd. En ja, om daar even een soort terugblik op te doen. Dus mocht jij benieuwd zijn welke dingen voor mij heel belangrijk waren in het jaar 2019, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Om te beginnen denk ik maar even bij mijn blog en YouTube kanaal. Op mijn YouTube kanaal ben ik afgelopen jaar zo onwijs gegroeid. Ik heb, nu ik deze video opneem, 221 abonnees. Ik ben daar zo dankbaar voor. Ik had dit nooit durven denken. Ik ben natuurlijk een aantal jaar geleden gestart met YouTube. En ik wist eigenlijk van tevoren al wel een beetje van, kijk, ik zal nooit zo'n grote YouTube worden als de echt grote YouTubers met weet ik hoeveel duizend abonnees. Ik denk niet dat dat voor mij haalbaar is. Omdat ik daar misschien niet de interessantste video's voor maak. Maar ik ben al wel heel erg dankbaar voor de abonnees die ik heb. En ik heb het even uitgerekend. En ik heb, dat was wel tot en met november. Want ik kan de statistieken van december natuurlijk nog niet inzien. Maar tot en met november had ik 76 nieuwe abonnees in één jaar. Nou, dat vind ik best wel heel erg veel voor mijn doen. Dus daar ben ik super dankbaar voor. Ook jullie berichtjes die jullie achterlaten bij mijn video's doen mij vaak heel goed. Ik vind het leuk om te lezen. Ik ga ze ook allemaal beantwoorden, want ik heb daar gewoon tijd voor. En ik vind het ook gewoon leuk om dat te doen. En ook gewoon eventjes, ik vind het ook leuk dat jullie, sommige van jullie vertellen ook wel eens iets over jezelf. Dat vind ik heel erg leuk. En wat denk ik voor mij ook wel een hele belangrijke en spannende stap was dit jaar qua YouTube, is toch dat ik jullie heb verteld over waar ik last van heb. En ik heb natuurlijk niet alles verteld, want er speelt nog wel meer. Maar toen heb ik gezegd van, nou, ik ben er nog niet klaar voor om dit te delen. En ik weet ook niet of dat ik dat wil delen, omdat dat toch nog weer een stukje heel privé voelt. Terwijl ik natuurlijk al best wel veel van mijn privéleven met jullie deel. Maar omtrent de straatangst waar ik jullie over heb verteld, dat er eigenlijk zoveel positieve reacties op kwamen. En ook heel veel mensen die zeiden van, ik heb daar ook last van of ik ken ook angsten en het is verschrikkelijk. En ik had dat zelf nog nooit zo meegemaakt, want ik heb eigenlijk in mijn echte leven heb ik niemand die dat heeft. Niemand die daar ook last van heeft. Dus niemand met wie je erover kunt praten van, goh, hoe doe jij dat? Of hoe pak jij je dingen op? Vaak is het ook zo dat als je het bijvoorbeeld deelt en ik vertel het heel weinig mensen, dat is sowieso, dat je ook nooit zo goed weet wat voor reactie komt erop los. Want heel veel mensen begrijpen het niet. En dat vond ik wel heel erg mooi, dat ik het, toen ik het met jullie deelde, dat jullie eigenlijk heel positief reageerden. En dat er eigenlijk heel veel positieve reacties op kwamen. En dat jullie allemaal heel lief waren. Dus dat vond ik heel erg fijn. En dat was ook wel een grote stap voor mezelf. Helemaal omdat ik hoor regelmatig in mijn omgeving dat mensen zeiden, maar daar kan je trots op zijn. Maar ik ken die gevoelens niet. Weet je, als ik iets doe, dan denk ik van, ja, ik heb het gedaan. Maar het is niet dat ik denk van, wow, weet je, ik heb weer een stap overleefd of gezet. En dat is ook wel iets wat terugkomt, wat mensen zeggen, ja, dat is gewoon eigenlijk super jammer en dat begrijp ik. Alleen, ja, het gevoel, als je een gevoel niet hebt, kun je dat ook niet creëren, denk ik. Dus ja, je moet het voelen of je moet het niet voelen en ik voel het niet. Maar daarom haal ik wel heel veel positiviteit uit jullie reacties op YouTube. En ik ben natuurlijk ook 7 dagen per week met YouTube bezig. Er komt natuurlijk altijd een extra video op zaterdag en natuurlijk de weekvlogs. En ik vlog 7 dagen per week en ik zou ook niet meer zonder kunnen eigenlijk. Want het is voor mij al zo normaal om met een camera bezig te zijn. Moet ik wel zeggen dat ik het
buiten nog wel een beetje lastig vind. Omdat je nog wel ziet, bijvoorbeeld als ik wel eens met Nathalie vlog buiten, dat mensen je zitten aan te kijken van waarom praten jullie tegen een camera? Waarom heb je een camera op je gericht? Dus dat is nog wel een dingetje. Maar er, ja, als ik zelf ook weer echt naar buiten zou kunnen, wil ik wel proberen dat ook wat meer op te pakken. Dus ja, dat zijn eigenlijk wel hele belangrijke YouTube dingen waar ik heel dankbaar voor ben. Op bloggebied ben ik ook heel blij. Je hoort natuurlijk heel vaak dat mensen tegenwoordig zeggen, ja, maar bloggen wordt een beetje, dat gaat een beetje dood. Dat klinkt heel stom, maar dat bloggen een beetje uitbloeit. Ik denk wel, kijk, ik doe het echt voor mijn hobby. Hè. Ik haal er geen inkomsten of zo uit, absoluut niet. En ik denk inderdaad dat als jij afhankelijk bent van inkomsten eruit, dat het een lastig iets is. Alleen voor mij is het nog heel erg leuk, omdat het mijn hobby is. Ik vind het leuk om te doen. Kijk, make-up is natuurlijk echt mijn grote passie. Dus ik vind het nog steeds heel leuk om daarmee bezig te zijn. En ik vind het nog steeds heel erg leuk om die foto's weer elke week te maken. Om elke week weer uit te kiezen. Wat wil ik deze week gaan fotograferen? Wat wil ik gaan testen? Nieuwe collecties die uitkomen vind ik nog steeds geweldig. Ja, het is gewoon heel erg leuk om daar nog steeds mee bezig te zijn. Met de blog ben ik 6 dagen per week bezig. Want de ene avond dan ga ik alle foto's bewerken voor de volgende dag om een review te schrijven. Eigenlijk alleen op zaterdag ben ik niet met mijn blog bezig. Dus ja, wat dat betreft is het echt wel een fulltime hobby. En ik vind het nog steeds heel erg leuk. Dus daar, ja, ik haal er nog steeds mijn plezier uit. En zolang dat blijft, wil ik dat zeker blijven doorzetten. Er zijn natuurlijk best wel wat stappen die ik misschien nog wel zou willen nemen daarin. Ik zou bijvoorbeeld heel graag een eigen domein willen. En dat roep ik al een hele lange tijd. Alleen ik ben daar zelf totaal niet in thuis. Ik vind het ook heel erg lastig. En het is ook best wel zo dat je best wel een groot bedrag in 1 keer moet betalen. Want je koopt een domein voor een heel jaar. Nou, dat zijn best wel grote bedragen die ik eigenlijk... Ja, wat eigenlijk voor mij best wel groot is om in 1 keer te kunnen doen. Dus dat zit er voorlopig nog niet in. Maar ik wil me er zeker nog wel weer in gaan verdiepen. Alleen ik zeg niet van dat gaat in 2020 gebeuren. Want ik roep het al zulke jaren. Zolang ik het nog red met het gratis domein is het ook goed. Maar het zou wel een wens van mij zijn om een eigen domein te hebben. Zodat ik ook wat meer kan, ook bijvoorbeeld met linkjes plaatsen en zo. Dus dat zou ik wel heel leuk vinden. En misschien dat ik dan ook nog weer wat meer groei in mijn blog. Maar ik haal zowel uit YouTube als uit mijn blog nog steeds heel veel positiviteit. En dat ga ik zeker voortzetten in 2020. Dan even wat dingen waar ik persoonlijk heel erg dankbaar voor ben in mijn persoonlijke leven. Ik ben even iets anders gaan zitten, want ik zat niet heel erg lekker. Ik heb een aantal hele mooie aankopen mogen doen die heel lang al op mijn wishlist stonden, waar ik gewoon ontzettend blij mee ben, waar ik dankbaar voor ben. Sorry, het geluid wat je nu hoort is een kat die op het katbak gaat. Want het is altijd zo dat als ik een video ga opnemen, dat we op de kattenbak gaan zitten. Sorry daarvoor. Nou, waar ik heel erg blij mee ben, is mijn aankoop van mijn smartwatch. Ik heb hem nu niet om, maar dat is dus deze smartwatch. Dit is een Apple Watch. En die stond al heel erg lang op mijn wishlist. En ik was heel erg blij dat ik hem eindelijk kon aanschaffen. Ik heb er wel een ander bandje omheen zitten. Want het bandje wat erbij zit past er niet zo bij mij. Dus ik heb gewoon zo'n mandje eromheen zitten. Maar daar ben ik heel erg blij mee. Heel veel plezier van. Hij meet ook op. Mijn hartslag meet hij op. En je krijgt ook persoonlijke doelen. Dus als ik een dagje op stap ben, dan ineens maak ik heel veel kilometers qua lopen, zeg maar. Wat ik normaal niet doe. Maar dat vind ik echt een hele fijne gadget waar ik heel blij mee ben. Ja, en natuurlijk de aankoop van mijn camera. Dat was ook al heel erg lang een droom van mij. Nou, ik praat echt wel over jaren. Het is niet dat dit een droom was van een paar maanden. Want als ik een aankoop doe, ben ik er heel erg lang mee bezig. Wil ik het wel echt? Ga ik er ook echt mijn plezier uithalen? En als ik het na een tijd nog wil, dan doe ik het. En ja, die camera die heb ik nu dan, nou, nog niet eens een maand. Maar ik heb er al zoveel plezier van. Foto's maken. Ik heb hem meegenomen naar Scheveningen.
Mijn video's die ik er nu mee film, ik kan hem jullie niet laten zien, want ik film hiermee. Maar het is zo'n verbetering voor mezelf, waar ik ook heel erg blij mee ben. En het is ook leuk om dan met de tijd Nathalie en mijn vader, die maken zelf, zijn zelf ook bezig met fotografie. Dat we er een keer op uitgaan, dat we bijvoorbeeld leuke foto's kunnen maken in de natuur of zo. En het lijkt me ook heel erg leuk voor fotoshoots, want ik zou wel eens een keer gewoon een fotoshoot willen doen in... ja, de natuur of zo. Dat je gewoon echt eens wat leuke foto's van jezelf krijgt. En ja, dat is nu ook mogelijk. Moet ik natuurlijk wel met iemand zijn. Maar dat soort dingen kunnen nu wel. En dat vind ik heel erg fijn. Ik ben ook heel erg blij met de scooter die in het leven is. Ik heb hem nog niet veel gebruikt. Maar ik hoop toch als ik... met de tijd weer alleen naar buiten durf. Dat ik dan gewoon... mijn eigen dingen kan doen. En dat ik dan ook een vervoersmiddel heb. Dat is wel heel erg fijn. Dat was een hele grote verrassing. Waar ik heel erg dankbaar voor ben. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de luxe dingen. Misschien qua aankopen. Wat ik ook heel erg leuk vind. Dat we wat nieuwe mensen hebben leren kennen. Op familiegebied is er heel veel veranderd. Ja, we komen wat meer bij elkaar en we ondernemen heel veel leuke dingen. En dat is ook echt wel super leuk dat je nu gewoon, bijvoorbeeld soms is het gepland, maar soms is het spontaan. Dat je dan gewoon wat meer naar buiten kan. En dat is voor mij dit jaar wel echt meer naar buiten gekomen. Dat ik dus wat meer dingen buitenshuis kan ondernemen. Wel met iemand erbij natuurlijk, maar ik kom wel wat meer buiten als de vorige jaren. En dat is natuurlijk wel super leuk. We hebben heel veel leuke dingen gedaan. We hebben gewinkeld. We zijn naar Giethoorn geweest. Ik ben natuurlijk voor... Is dat 2 weken terug? Was het vorige week? Nee, volgens mij 2 weken terug ben ik naar Giethoorn geweest. Of naar Giethoorn, naar Scheveningen geweest. Dat zijn gewoon hele leuke dingen. Dat je gewoon nu op plekken komt waar je eigenlijk normaal nooit kwam. En dat is wel super leuk dat je dat nu wat meer kunt doen. Ja, in huis ben ik ook nog, ja, ik ben nog steeds bezig. Ik woon hier nu 1,5 jaar en ik ben nog steeds niet tevreden. Er komen elke keer nog weer dingen terug die ik wil veranderen. Komt ook wel omdat ik nog heel veel spullen heb die ik bijvoorbeeld samen heb gehad met mijn ex die ik nu allemaal aan het vervangen ben. Het kan niet allemaal in 1 keer, maar gewoon stapje voor stapje, beetje voor beetje en dan komt het ook goed. Ik heb bijvoorbeeld mijn prullenbak heb ik vernieuwd. Een heel stom ding, maar voor mij is dat heel belangrijk. Ik had een hele vieze oude prullenbak. En ik ben dan best wel kieskeurig qua prullenbakken, want ik wil een prullenbak het liefst niet aanraken. En ik merkte, ik had bijvoorbeeld een prullenbak met een voetpadel. En daar kon gewoon zo weinig in. En daarom was ik ook heel erg blij dat ik bij IKEA dus een nieuwe prullenbak heb kunnen kopen. Want dan kan je weer een stukje de deur uit doen wat je niet meer hoeft te herinneren aan tijden waar je niet meer aan herinnerd zou worden. En zo ben ik eigenlijk alles een beetje aan het vervangen. Het grootste gedeelte in huis moet natuurlijk nog vervangen worden, want dat is de bank. Als je mijn vlogs volgt, heb je me er al heel vaak over horen zeuren. Want hey, ik loop de hele tijd, ik moet een andere bank. Maar dat is gewoon helemaal niet zo makkelijk, want ik weet precies wat ik wil. Soms is dat lastig en soms is het heel handig, want je hebt iets in je hoofd. Kom maar, Mickey. Wat je graag wilt hebben en het is niet te vinden. En ik zeg ook altijd, ik vind een bank van Marktplaats, zou ik ook heel geweldig vinden, dik prima, mits die niet doorgezakt is. En ik wil eigenlijk graag een bank die wat lager bij de grond is, zodat mijn katten er niet meer onder kunnen. Dat zou ik heel fijn vinden. En ik wil heel graag een hoekbank en ik wil dus over op grijs. Deze bank moet er echt uit, maar dat is wel een project wat ik hopelijk in 2020 kan gaan verwezenlijken. Dus om een andere bank neer te zetten, dan is, ja, dan ben ik nog meer tevreden in huis, want ik ben al heel tevreden. Maar dat zou nog meer tevredenheid brengen in mijn woning. En ja, er blijven altijd dingetjes terugkomen. Ik blijf continu ideeën houden. Dit vind ik nog leuk om te gaan doen, dat vind ik nog leuk om te gaan doen. En dan doe ik het ook gewoon. Mits het mogelijk is. Maar over het algemeen ben ik wel heel tevreden over mijn huis. Al denk ik voordat het helemaal af is dat je gewoon best wel een tijd verder bent. Omdat ik gewoon continu nog weer nieuwe ideeën krijg. Van oh, weet je, dat zou ik nog zo graag willen doen. Of dat zou ik nog heel erg leuk vinden. Dus ja, dat eigenlijk een beetje qua huis. Ja, waar ik wel
nog mee bezig ben en wat gewoon tijd kost. Wat ook wel heel erg leuk was, is dat we dit jaar voor het eerst weer kerst hebben gevierd eigenlijk met een deeltje van de familie. Dat hebben we heel lang niet kunnen doen. We hebben kerstavond samen gevierd. In de vlog heb je daar wat beelden van kunnen zien. Dat was niet heel erg uitgebreid of heel erg helder misschien, omdat het best wel donker was. Maar ik heb die beelden er wel in gedaan omdat ze evengoed wel leuk waren. Maar dat was wel heel erg gezellig. En ja, voor de rest heb ik kerst gewoon alleen doorgebracht. De eerste en tweede kerstdag met de kerstavond heb ik wel gezellig gevierd. Dus dat was ook wel een heel erg dankbaar punt nog. Ja, dan zijn er natuurlijk ook wat minder leuke dingen gebeurd. Ja, het voornaamste is eigenlijk gewoon mijn konijn die er niet meer is. Dat is eigenlijk het belangrijkste minder leuke ding wat ik nu kan bedenken ook. Ik heb het in de vlogs ook allemaal al wel verteld, maar misschien volg je mijn vlogs niet. Mijn konijntje is in de nacht van 18 op 19 december overleden. Het ging de laatste weken ging het al niet zo heel erg lekker. Ze viel een paar keer neer, dat vond ik heel erg vreemd. Maar dan kom je toch weer op het punt dat je afhankelijk bent van iemand en je niet naar een dierenarts kunt gaan. Dat zijn de minder fijne dingen, omdat ik dus niet zelf de straat op kan. En dat merk je dus, dan merk je gewoon hoe vervelend dat is. Maar ik heb haar toen opgeruimd, toen ging het eigenlijk daarna ook wel weer wat beter. Maar uiteindelijk gebeurde het nog een paar keer en ik had al wel een beetje rekening mee gehouden van nou, het kan zijn dat ze misschien overlijdt. Ze was 6 jaar, althans ik had haar 6 jaar. Ik weet dus niet hoe oud ze was toen ik haar kocht of kreeg. En ja, weet je, het is gewoon nou eenmaal zo, knaagdiertjes worden niet zo heel erg oud. Het konijn bij mijn moeder is nog wel 9 geworden, maar dat is denk ik ook, kan ook een verschil zijn, want zij had een mannetje en Bunny was een vrouwtje. Dus ik weet niet of daar verschil tussen zit. Maar dat is dus nog een paar keer zo doorgegaan met het vallen. Maar op een gegeven moment begon ze ook wel weer wat meer te eten. Alleen de ontlasting, dat bleef heel weinig. Want dan was de kooi aan de beurt om schoon te maken. En eigenlijk was hij nog schoon genoeg. Maar dan maakte ik hem wel schoon, want ik vond, jij verdient een schoon kooitje. Maar het was eigenlijk al niet meer echt nodig, want ze, ja, de ontlasting, dus kwam gewoon minder ontlasting uit als voorheen, zeg maar. En toen uiteindelijk dus van woensdag op donderdagnacht van 18 op 19 december is ze dan toch overleden. Ze had weer even zo'n bui van rennen, vallen. Toen heb ik haar opgetild. En ik merkte al wel elke keer als ik haar vasthield, je voelt niet meer zo dik aan als wat je hebt gedaan. Ze at ook minder, drinken deze wel goed. Nou, dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan eten, als je maar goed blijft drinken. Ik bedoel, dat is als mensen zijn ook, hè, dat je ziek bent. En dan is drinken heel belangrijk. Kijk, dat eten, daar kun je best wel een paar dagen zonder. Maar dat drinken moet je wel blijven doen. En nou, toen heb ik haar dus nog opgeraapt. Toen ben ik weer even terug gaan zitten. En toen ging ik toch een paar minuten laten kijken. En toen was het dus toch klaar. Ik was er ook bij omdat ze overleed. En aan de ene kant vond ik dat wel heel fijn dat ik erbij was. Want ik denk dat het een grotere schok zou zijn geweest als ik uit bed was gekomen en ze was dan overleden. Want nu, toen ze net overleden was, kon ik haar tenminste nog even aaien. Kon ik nog een beetje afscheid nemen. Want ja, lijkstijfheid, dat treedt gewoon heel snel op. En volgens mij gaat het bij dieren misschien nog wel sneller als bij mensen. Dus toen ik hem moest begraven, toen was het natuurlijk allemaal heel erg hard. Maar ik merk aan mijn konijn, of aan mijn konijn, aan mijn katten, dat ze er heel veel moeite mee hebben. Dus dat is voor mijn katten en mijzelf wel een heel groot dieptepunt geweest van 2019. Mickey is heel erg zoekende, die miauwt continu, die zit continu bij mij. Als ik eventjes gewoon weg ben, dan ben ik gewoon hier rondom het huis. Dan komt ze al miauwen van waar ben je. Dus dat is wel even een minder dingetje. Dus ja, ik heb haar zelf ook moeten begraven. En ik denk ook wel dat het misschien voor je verwerkingsproces
misschien wel goed is. Maar het was wel heel heftig, want ik had het nog nooit zelf gedaan. We hebben nu een heel mooi gedenkplekje gemaakt. Ik zal ook even een foto plaatsen van hoe het eruit ziet. Ik ben er heel erg blij mee. Dus ik ben ook nog wel blij dat ik dat nog op de Valreep van 2019 heb kunnen realiseren. Dat was echt wel een groot dieptepunt voor 2019 eigenlijk. Nou, volgens mij heb ik dan 2019 ook wel doorgenomen. Ik heb je mijn hoogtepunten verteld en wat dieptepunten. Ja, dan kom je toch op de vraag, heb je goede voornemens voor 2020? Nee, ik doe niet aan goede voornemens. Ik ga niet zeggen, ik wil stoppen met roken of ik wil nog gezonder gaan eten. Nee, ik neem het leven een beetje zoals het komt. Ik maak geen planning. De afspraken die ik gewoon heb staan, die ga ik aan. Maar het is niet dat ik een hele jaarplanning heb van ik wil dit doen of ik wil dat doen. Nee, ik zie wel gewoon hoe een jaar gaat lopen. Ik sta daar een beetje nuchter in. Ik heb daar eigenlijk nooit mee bezig geweest met goede voornemens. En ik ga dat ook nooit oppakken, want ik heb er gewoon niks mee. Dus ik vind het eigenlijk wel dik prima. Het enige wat ik hoop dus te kunnen realiseren in 2020 is een andere bank. Maar dat is niet echt een goed voornemen. Want ik denk dat goede voornemens toch wel vallen onder bijvoorbeeld stoppen met roken of drinken. Of misschien gaan afvallen of meer sporten. Nou, die goede voornemens heb ik gewoon totaal niet. Dus ik doe daar niet aan. Ik neem het leven zoals het komt. Ik ga gewoon door met mijn blog, met YouTube. Ik blijf mijn dingen in huis lekker doen. Ik ben blij met mijn huisdiertjes, met mijn lieve katjes. Waar ik heel veel liefde en steun uithaal. En ja, nee, verder heb ik geen goede voornemens voor 2020. Dus laat het lekker komen zoals het komt. Nou, dan heb ik bij deze eigenlijk wel een beetje in vogelvlucht mijn jaar 2019 verteld. Jullie weten nu waar ik dankbaar voor ben. Wel een beetje wat nog eventueel plannen zijn die ik hoop te kunnen realiseren. Dat ik geen goede voornemens heb. Dus ik denk dat dit wel het belangrijkste was. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie misschien wel goede voornemens hebben. Hebben jullie nog, ja, doe je er wel aan? Of vind je het ook totaal onzin wat ik vind? Laat het zeker weten bij de comments. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd waar jullie nou heel erg dankbaar voor zijn in 2019. Misschien heb je ook nog wel wat dingen waar je heel gelukkig van werd. Misschien ook niet. Laat het zeker even weten. Ik ga zeker in 2020 weer door met YouTube. Dus je kunt in 2020 gewoon weer nieuwe video's van mij verwachten en nieuwe vlogs. Maar voor nu denk ik dat het een mooie afsluiting is voor de laatste video van 2019. Ik wil jullie allemaal heel erg massaal bedanken voor alle lieve berichtjes. Voor de nieuwe abonnees. Dat jullie me zo steunen op YouTube. Echt duizendmaal dank. Ik hoop dat je deze video in ieder geval heel erg leuk vond. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal en je wilt op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je je abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezicht drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. En daar kun je het belletje aanzetten. Dan krijg je een melding zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. En voor nu wil ik jullie alvast een heel fijn uiteinde wensen en een heel gelukkig nieuwjaar. En dan hoop ik je gewoon in 2020 weer terug te zien op mijn kanaal. Doeg!